Goedemorgen, lieve mooie mensen. Gisteravond toen zat ik te kijken naar de speeches van Donald Trump en van Kamala Harris en het viel me op dat de woorden winnen en vechten best vaak voorkwamen in die speeches. En um, ja, ik zat me af te vragen is dat wel eigenlijk um, wat nu de boodschap is die we nodig hebben in deze tijd. Want winnen, waarvan dan precies? Ja, van elkaar dus. Of van een ander land. Maar in feite is dat niet helemaal de boodschap, denk ik. En ook niet de tijdgeest waarin we nu leven. Want als het gaat over het gevecht tussen, laten we zeggen, licht en donker. Dan hoeft het licht hoeft helemaal niet te winnen. En hoeft ook helemaal niet te vechten. De schoonheid van het leven. De waarheid. De vrijheid enzovoort. Dat zijn... Hele natuurlijke staten van zijn, die hoeven niet te winnen, die hoef je niet te bevechten. Die zijn gewoon. En dus, ik denk dat um, om uit die polariteit te komen, die in Amerika natuurlijk extreem groot is op dit moment, trouwens bij ons ook net zo, um, denk ik dat we uit dat paradigma eigenlijk moeten stappen. Het hele idee dat we ergens van moeten winnen. En dat we moeten vechten om daar te komen, is volgens mij een oude manier van denken. En wat daar dus tegenover staat, is eigenlijk overgave. Overgave aan het leven zelf. En, um, en, en, en samenwerken. Dus niet de een van de ander proberen te winnen, maar echt samenwerken. En dat gaat eigenlijk vanzelf op het moment dat we ons overgeven aan de schoonheid van het leven zelf.